Kennismaking en inleiding op Bijbelstudies Hebreeënbrief. Samensteller Wim ten Hoven, datum 22 september 2020. Oriëntatie Bijbelkring in Sion, Hervormde Gemeente Rijssen. De Bijbel, dat is echt een wonder op zich. Daarin vind je de heerlijkste dingen. En de Hebreeënbriefschrijver die begint daar ook mee. De stemmen van alle Bijbelschrijvers, die hebben geklonken. En die zijn niet verwaaid in de loop der tijden, ook niet de stem van de Zoon van God, maar ze zijn nog steeds te lezen en te horen vanuit het woord. Hun werken, hun woorden zijn opgeschreven en ze klinken nog even helder als in het begin. Als je de Bijbel opent, dan moet je omhoog zien. Want er is een wolk van getuigen die ook met die Bijbel hebben geleefd, met het woord van God in elk geval. En ik ga nu de grote lijn even aangeven, een inleiding, en dat doe ik met kleine stukjes ook in PowerPoint. De Bijbel, een wonder. De stemmen van alle Bijbelschrijvers en ook van de Zoon van God zijn dus niet verwaaid in de tijd. God zorgde dat hun woorden en werken werden opgeschreven. Wie de Bijbel opent, moet omhoog kijken. Dan weet je je opeens in goed gezelschap. Het lezen wordt zingen. Ons lezen wordt meezingen met de velen die ons voorgingen. Denk aan vers 103 uit het liedboek. De heiligen ons voorgegaan hebben hier niets verworven, maar zijn aan het einde van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand, die hen tot daar geleid had, in het beter hemelsvaderland een stad voor hen bereid had. Geprezen zij zijn naam. Hij deed hen veilig gaan. Komt, zingen wij tezamen met alle heiligen samen. Vers 2, zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen, zonder te weten waar hij kwam, om het land van God te zoeken. Ze zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten dan dat hij had gezegd, ik schaam mij niet uw God te heten. Geprezen zij zijn naam, hij deed hen veilig gaan. Kom, zingen wij tezamen met alle heiligen. Vers 3, die van de aarde vrijgekocht, nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog, om ons geloof te sterken, dat wij, omgeven door de wolk, de weg ten einde lopen, één met het heilig trekkend volk, in liefde en in hopen. Geprezen zij zijn naam, hij deed hen veilig gaan, kom, zingen wij tezamen met alle heiligen. Verdorven, de tempel die Salomo in opdracht van God en naar de bouwtekening van David zijn vader had gebouwd, voldeed niet meer, ze was verdorven. Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Vervolging. De Joodse leiders moesten niets hebben van de nieuwe beweging die zich christenen noemden. Handelingen 8 vers 1. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken. Deze brief is voor Joden die tot geloof gekomen waren.
De Hebreeënbrief gaat over mensen die uit het Jodendom tot geloof gekomen waren. Ze hadden de Heer Jezus Christus leren kennen en ze hadden zich laten dopen en dat betekende voor deze mensen het einde van hun Joodse relaties. Ze werden doodverklaard. Je kon je erfenis dan vaarwel zeggen. Ze werden helemaal uitgestoten. Hebreeën 10 vers 34. Heimwee naar vroeger en nu, dus een tijdje gelovig waren, kwam er een extra moeilijkheid bij. Ze kregen heimwee naar de situatie van vroeger. Een zichtbare hogepriester, een zichtbaar godsgebouw, een zichtbare tempel, offers. Zo samen de Heere te prijzen met je familie, met je broers en met je zussen, met je buren, op te trekken in drommen, ze misten het ineens. Nu krijgen ze een troostbrief. En nu krijgen ze dus een brief, misschien van Paulus, Hebreeën 2 vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Deze brief komt naar binnen met wij hebben ook een hoge priester. Aaron en zijn opvolgers gingen door de voorhof, het altaar, voorbij. Het wasvat voorbij. En dan ging hij naar het heilige. De kandelaar voorbij, de tafel der toonbroden voorbij, het reukofferaltaar voorbij. Hij ging één keer per jaar naar binnen in het heilige der heiligen om verzoening te doen. En daar gaat het over in deze brief. De Heer Jezus kwam dus in het laatste vertrek, het binnenste heiligdom. Hij is de aardse dingen doorgegaan, de aardse vertrekken, maar ook nog, wij hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Dat is een verschil, een opmerkelijk verschil. Auteur van de brief. Wat voor het auteurschap van Paulus pleit, is wat er staat in Hebreeën 13 vers 23. U moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Timotheus. Daar heeft Paulus zeker wat mee. Maar wie is nu de auteur van deze brief? We weten het gewoon niet. Overzicht 1. Om de gelovige Joden te manen niet terug te gaan en hen te bevestigen in de waarheid van het christendom, laat de Heilige Geest van God ons in deze brief achtereenvolgens zien. 1. De heerlijkheid van Christus en zijn plaats in de hemel. Hoofdstuk 1 en 2. 2. Het priesterschap van Christus ten behoeve van zijn volk dat nog op de aarde is, maar op weg is naar de hemel. Hoofdstuk 3 tot en met 8. Overzicht 2. 3. Het offer van Christus, de hemel is geopend voor de gelovigen en de gelovige is geschikt gemaakt voor de hemel. Hoofdstuk 9 en 10. 4. Ingaan in het heiligdom waar Christus is, hoofdstuk 10. 5. De weg van het geloof die leidt naar Christus in de hemel, hoofdstuk 11. 6. Wat God doet om onze voeten op de weg te houden die leidt naar Christus in de hemel, hoofdstuk 12. 7. De gezegende plaats op aarde buiten de legerplaats met Christus. Hoofdstuk 13. Hemel, dit korte overzicht laat duidelijk zien dat in deze brief steeds weer de hemel voor onze aandacht staat. Dit is inderdaad de brief van de geopende hemel. Deze voorstelling van het hemelse karakter van het christendom maakt de brief bijzonder waardevol voor onze tijd. Gelukzoekers die wij geworden zijn naar het verloren paradijs op deze aarde. Het Oude Testament in de Hebreeënbrief. De manier waarop het Oude Testament in de Hebreeënbrief functioneert, is ronduit indrukwekkend. Er worden maar niet hier en daar wat losse teksten geciteerd. Nee, de auteur beziet het Oude Testament radicaal door Jezus Christus heen. Terzijde gesteld.
De heerlijkheid van Christus gaat al het voorgaande, het zij profeten, het zij engelen, ver te boven. Het priesterschap van Christus stelt het priesterschap van Aaron terzijde. Het offer van Christus stelt alle offers terzijde. Het voorhangsel wordt terzijde gesteld. Je hebt rechtstreeks toegang tot de hemel, tot God.